ik weer, Dilaine Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, nou ja, zoals jullie zien zit ik hier met mijn familia. Ik heb hier mijn leuke mama, Annika Teunis. En ik heb hier mijn superleuke zus, Michelle Teunis. En wij gaan het vandaag natuurlijk weer over van alles en nog wat hebben. Wat hier op deze planeet allemaal gaande is. En wat we daaraan kunnen gaan doen. En het onderwerp zal voornamelijk zijn hoe hou je sterk van beïnvloedingen van buitenaf. En ook de beïnvloedingen met kinderen. Hè? Hoe ga je je kinderen daarin meer oplettend zijn eigenlijk. Of ondersteunen dat je kinderen daar niet zo makkelijk in de val van raken. En we gaan het over kwantumfysica hebben. Nou, zeg Michel. Hi. Jij bent hier voor het eerst. Nou, ik vind het zo leuk om hier te zijn. Ja. Ja, hè? Waar was je al die tijd? Ja, ik kan het ook niet begrijpen, maar in ieder geval niet hier, maar wel ergens anders. Maar nu neem ik alleen maar de tijd voor hier. Ah, ja, absoluut. Dus, helemaal leuk. En de mama. Zie. Vind je het leuk, hè? Zie. Nou, waar gaan we beginnen? Nou, ik denk dat het eerst maar over de toestanden van de wereld. We zijn er eigenlijk allemaal wel bewust van wat er eigenlijk allemaal gaande is. Het is nu, vind ik, op zich wat rustiger. Maar je weet niet wat er nog gaat komen. Wij wel, maar misschien sommigen ook nog wel. Maar we gaan jullie voorbereiden. Ja, nou, er gaat hopelijk niet zo heel veel meer gebeuren. Hè? Laten we het maar gewoon houden bij de leuke dingen. Dat we opwaarts gaan. Zo, hè? Zeker. We moeten het negatieve geen energie meer geven. Dat doel is al bereikt natuurlijk wat wij willen. Ja. Hè? Dus de bevrijding van de wereld, dat is ons doel. Ja. Hè? Dat is het doel van de kosmos en van het leven. Want het leven wil bevrijd worden van beperkingen. En we zijn het leven. Dus die beperkingen worden opgeheven eerdaags. En die beperken, dat betekent in ons bewustzijn. Ja, want je hoort natuurlijk heel veel mensen denken van nou, eigenlijk een soort van alweer een beetje een soort van vergeten. Hey, het is allemaal weer normaal, alles is, de boel is weer open en iedereen gaat alweer een beetje. Nou ja, hola die is natuurlijk wel leuk, maar waar gaan we heen? Sommigen denken waar gaan we heen en velen denken, oh het is allemaal weer bij het gewone, bij hetzelfde, zoals het eigenlijk altijd was, toch? Ja, we moeten niet weer terug gaan vallen in het oude natuurlijk. Nee, precies. Nee, het oude, dan moeten we nou eindelijk eens even... Daar moeten we juist voorbij gaan. Ja, precies. Ja, het is niet het doel. Nou, dus hoe gaan we dat aanpakken? Het doel is geluk en bevrijding en succes. Ja. En we zijn voor succes en geluk geboren. Dat is de kosmos, dat is het leven zelf vol van geluk. En dat geluk moeten we niet laten beperken door negatieve gedachten van de overheid en van de media en de televisie en de politiek natuurlijk. Ja. Die willen ons in het lagere bewustzijn houden. En dat betekent ook met oorlogen wat er nu allemaal aan de hand is in de wereld. Hè. Het ene land is voor bevrijding en het andere land is voor inkrimping. Dus dat gaat allemaal niet zo lukken. Maar de bevrijding gaat wel lukken. De landen die voor bevrijding zijn en voor vrede, dat gaat wel lukken. Ja. Omdat is de weg van de kosmos. Ja. Ja, dat zijn de mensen die daar eigenlijk de energie aan geven voor bevreden en bevrijding. Ja, want hoe zit dat nu met die inflatie en zo? Nou ja, natuurlijk krijgen we een nieuwe wereldmunt. En dat is natuurlijk al bezig. Zeg maar, je hebt de BRICS-landen. Dat zijn ongeveer 45 landen. Er komen elke keer landen bij. En dat is Rusland en Afrika, China en Brazilië. En India en Saudi-Arabië. Dus dat zijn de BRICS-landen, maar Turkije is er inmiddels ook bij. En die zijn onder goud gedekt al. Hmm. Dus die hebben hun munt onder goud gedekt. En dat is natuurlijk waardevast. En het andere, wat de olie, dat oliegeld, zeg maar, wat de euro had en wat de dollar had, dat heeft geen waarde meer. Want er is geen olie en geen, dat is geen waarde in geld. En het andere is wel geld, want goud is altijd waardevast. Ja. En daarom gaan die grote landen, die gaan daar... Die hebben een BRICS-organisatie gevormd, al een tijdje. Ja, die gaan overwinnen. Mm-hmm. Dus je hebt kans dat de euro gaat vallen, dat de euro geen stand gaat houden. Omdat die niet in goud gedekt is. Of, er zijn natuurlijk wel landen die willen hun munt houden. Dat is ook Hongarije. En daar heb je Polen bij. En er zijn nog een paar andere landen bij die hun munt nog houden in hun eigen valuta. Mm-hmm. Maar die willen niet met die euro mee. Want ze weten dat die euro heel weinig meer waard is. Want wil je met euro's in Rusland olie kopen of gas of in China en dit. Dan zeggen ze ja, maar die euro moet wel goud gedekt zijn. Want we geven niks meer terug voor die euro wie geen waarde meer heeft.
Dus, en die Hongarije hebt dat nog wel, want die heeft zijn lier nog en die heeft zijn andere. Dus die kunnen rustig kopen, want dat is nog onder goud gedekt. En hoe kan het dan dat die euro niet met goud gedekt is? Hoe zit dat dan? Want je moet toch altijd, elke munt moet toch gedekt zijn met goud? Dat was vroeger wel zo, ja. Maar dat is in de jaren 70 is dat allemaal omgezet door de president in Amerika en door de NATO. Omdat de gouddollar, die vonden ze beter dat het de oliedollar werd. Dan was dat makkelijk voor de export en de import. Er was er niet zoveel wisselkoersen in, zo gezegd. En toen hebben ze dan de oliegeld gezet, de oliewaarde. Maar dat is geen waarde meer. Omdat het wordt, en toen later werd het geen oliewaarde meer. Toen werd er gewoon met geld bijgeprint. Dus alles wat bijgeprint wordt, dan kopen ze ook objecten van projecten, landerijen, weet ik veel allemaal, de politiek en nog meer van die multinationals. Maar dat heeft totaal geen waarde. Inflatie nu dus. Dat is die inflatie, ja. Wat vele gedrukte geld, dat was natuurlijk al vooruitgespeeld. Tuurlijk, dat is monopoliegeld. Ja. En dan hadden ze gedacht, nou, als we dat kunnen doen, en wij zijn de baas over de drukkerij, dan kunnen wij doen wat we willen. Ja. Maar ja, daar gaan de landen niet mee akkoord, want die laten zomaar niet hun land inpikken. Nee. Weet je wel, dat ze zeggen, oké, nou, we gaan even daar zitten en we pikken dat land even in met onze geld, wat eigenlijk geen waarde heeft. Ja. Dus dat is nu weer aan het rechtgezet worden. En het heeft heel veel te maken met die Nazara-wet. Ja. Die Nazara-wet, dat is van Amerika dan. En je ziet dat Amerika nu, dat die Nazara-wet, dat die gun control, dat die wapenwet ook weer aangepast is. Want die wilden ze ook weghalen bij de mensen. Maar je mag jezelf verdedigen als je aangevallen wordt. Dus je bent vrij om jezelf te verdedigen. Dus mag je de wapen dragen. Dat is heel normaal eigenlijk. Ja. En dat wilden ze ook weg hebben. En dat was de grondwet van Amerika. Dat iedereen een wapen mag dragen. Ja, ja, ja. Dat komt van de Indianen. En dat komt van toen die tijd al af. Ja, dat mag verdedigen. Dat je je mag verdedigen. En dat is normaal. Want als jij je in elkaar moet laten slaan. Net zoals wat hier wel gebeurde. Ja. Je mag je niet verdedigen. Ja. Dat is geen grondwet. Nee, dat is natuurlijk. Dan is de politiek de baas over jou en de politie. Dus je hebt helemaal geen zeggenschap meer over jezelf. Ja. Dus dat is nu ook. Hebben ze ook gewonnen dan. Dat het die wapenwet is blijven bestaan. Dus, en nou, met die abortuswet is ook blijven bestaan. Ik vind het aan één kant is dat heel reëel. Met die abortuswet. Want tuurlijk ben je baas op je lichaam. Maar niet babytjes die daar 3 of 4 of 6 maanden in hun buik zitten. En dat ze daar nog bijvoorbeeld abortus op. Dat is toch waanzinnig. Maar hoe zit dat dan nu in Amerika? Mogen ze abortus plegen? Nee, ze mogen niet meer alleen tot een bepaald soort. Zoveel weken. Ja. Dat het nog een vruchtje is. En dat het niet. Dat is natuurlijk ook voor verkrachtingen en voor dit. Dat kan ik me allemaal wel voorstellen. Ja. Dat is ook weer. Ja. Iets wat hier gebeurt. Hier gebeurde vroeger hadden ze 20 kinderen. Weet ik veel hoeveel kinderen allemaal. Dus er is allemaal wel iets voor te zeggen. Maar het moet wel in respect voor het leven blijven. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Hier in Nederland is dat tot de 24 weken volgens mij. Ja, is niet normaal. Dat is heel, heel ver eigenlijk. Dat is veel te ver. Dat is moord. Ja. Plus dat wat niet aan het licht komt. En het slaat het nergens op. Kijk, wat veel niet aan het licht komt. Ze gebruiken die vruchtjes of zelfs lichaampjes ook voor organen. Verkopen ze dat. Zelfs omdat het juist geaborteerd is. Ja, en het is handel. Het is waanzin. Het is geen respect meer voor het leven van de kosmos. Ze zeggen tegen jou, ja, het vruchtje is verwijderd, maar vervolgens verkopen ze het hele vruchtje. Met alles erop en eraan. Van alles en nog meer. Experimenten. Ja. Het is, dat is respectloos voor het leven. Ja. Ja. En dat is nou bezig. En dus er zijn hele goede dingen zijn er aan het gebeuren. Wat eigenlijk allemaal voorspeld is geworden. Ook. Vanwege die Nazara-wet, want daar staat het allemaal in geschreven. Ja. Van de kuncontrole, of de wapencontrole dan, en de abortus. En respect voor het leven. En dat de valuta weer in goud gedekt moet worden. Dat staat allemaal in die Nazara-wet. Dus je ziet dat het uit aan het rollen is. Ja. Het is super wat er aan de hand is. En er zijn natuurlijk donkere krachten bij die dat tegen willen houden. Want die zien hun handel de mist ingaan. Ja, 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 ja. Dus dat is gewoon iets openbaars. Ja, en dat zit natuurlijk nu ook met die cryptocurrency, hè? Waarom dat natuurlijk zo gezakt is en allemaal weggehaald is. Dat heb ik in december al een video over gemaakt, hè? Dat heel erg zou gaan crashen. Nou, tadaa, gecrashed. Ja. En dat zal nog wel meer gaan crashen. Maar de achterliggende gedachte hiervan is, waarom crasht het ook, hè? Omdat ze natuurlijk ook veel geld nodig hebben voor wapenhandels. Wapenverkoop, en nog meer dingen wat eigenlijk geen eerlijke handel meer is. Ja. Dus dat gaat allemaal, je ziet projectontwikkelaars of investeerders, zie je met zoveel geld dingen gaan kopen. Waar komt dat geld vandaan? Ja. En zomaar in één keer, en de staat zit erbij in, of die staat zit erbij in, die staat. Het is gewoon allemaal zo. Het is allemaal één grote. Eigenlijk kan het allemaal niet, maar het gebeurt dus wel. En het wordt allemaal. Onder het motto van het is geld.
Maar het is niet waardevast. En dit is ook, dat is ook weer met de boeren zo. Die landen, ze willen die mensen hun land afpikken dan. En omdat daar weer iets anders neergezet moet worden. Maar waar, dat moet rechtvaardig eigenlijk op de proppen komen waarvoor dat is. En waar komt dat geld vandaan? Centrale voedselvoorzieningen natuurlijk. Ja, uit, precies. Uit Oekraïne, moet al gezegd, heel veel andere plekken. Ja, we hebben het alleen maar hier in Nederland. Ja, precies. Ja, in andere landen horen we het nee, want, over. Want de boeren zijn alleen maar hier in Nederland met zijn stikstof. Als je in België komt over de grens, is het niet. Hoe kan dat? Waarom is dat alleen in Nederland zo'n happening? Want hebben ze in België geen boeren dan? Nou, ze zeggen dat de agenda uitgerold wil worden. Dat Nederland moet dan de hoofdstad zijn van de wereld of zo, of van dat nieuwe... Smart City. De Smart City. Smart City, luister even, Smart City. Ja. En in Apeldoorn zijn ze al bezig met jezelf helemaal... Ja, de eerste Smart City van Nederland. Is Apeldoorn, ja. En om je helemaal na te gaan en wat je doet en dat je een chip in je lichaam krijgt. En om je daar helemaal open te stellen, dat ze dat allemaal willen. Dat willen ze verplichten. De voorbereiding van de New World Order. En dan zeggen ze, Nederland wordt dan de hoofdstad van dat geheel wat met het land te maken heeft. Ja, met het land te maken heeft. Ja. Nederland de hoofdstad? Ja. Zo'n klein landje? Ja, het wordt de hoofdstad. Dat dan. Is een stad dan. De New World Order. Een land wordt een stad. Oh my god. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Dat is natuurlijk wel in het land geweest. Maar je hebt natuurlijk ook het leven, de levensenergie die aan het ingrijpen is in iedereen. Daarom zijn er veel mensen wakker aan het worden van... Gaan wij wel hiermee akkoord en niet bang zijn? Want wil je dit? Wil je dat wat ze allemaal doen? Een chip in je lichaam en weet ik veel wat ze allemaal van plan zijn. Hun zijn de baas over het geld. Ja. En jij bent vrij en jij moet gelukkig zijn. Maar je hebt niks meer, maar toch ben je gelukkig. Ja, wie zijn hun? Ja, en wie zijn hun dat überhaupt om dat te bepalen? Dan hoor je natuurlijk heel veel mensen, maar wat ga je daaraan doen? Ja, met z'n allen opstaan. De energie is al aan het veranderen. Want de waarheid gaat toch boven water komen. Of heb je nog zoiets... Iets gedaan, weet ik wel. De waarheid komt altijd boven water. Ja. En er gewoon niet in meegaan. Gewoon niet doen. Nee. Dat, je hoeft er eigenlijk niet eens tegenin te gaan, want je gaat het gewoon niet doen. Het gaat niet. Nee, tuurlijk. Je gaat niet mee. Je dat gaat is ook mijn niet visie hierover. Nee, gewoon niet doen. Tuurlijk niet. Klaar. Niet doen. Gewoon niet doen. Niet meegaan. Helemaal niet te meewerken. Helemaal gewoon niet eens alsof het niet bestaat. Nee, precies. Ja, maar je eigen ding doorgaan wat jij leuk vindt. Juist. En laat je niet negatief beïnvloeden door alles. En blijf gefocust op je liefdes, op je gezondheid, op je dierbaren. En laat je niet iets wijs maken. Ja. Als je niet wil, wil je niet. Punt. Nee, maar dat is natuurlijk al bij kinderen te programmeren. Op scholen. Waar de ouders ook vaak niet eens van af weten. Precies, want er zijn ouders bij die niet eens wat weten wat er tegen die kinderen verteld wordt. En die kinderen komen daarmee thuis. En met de raarste dingen. Hè? En dat is allemaal mind control bij kinderen. Alleen al die politieke voorkeur die erin gepompt wordt. Zo. Maar dat merkten we natuurlijk al toen met die lockdowns en zo. Hè? Dan hoorde ik al heel veel mensen die al heel erg een politieke voorkeur op school kregen. Van, je moet voor Biden zijn en je moet voor die zijn en je moet voor die. En nu wordt het al heel erg. Oh, en je mag niks over, vooral niks over Rusland zeggen. Want dat is een slechte boeman. Ja. Dat mag niet en daar mag je niks over vertellen, want dan ben je, dan ben je echt een verschrikkelijk mens. Als je maar een heel klein beetje anders daarover denkt. Maar zo wordt het ook gepromoot, ook als je iemand op straat tegenkomt die beïnvloed is door de televisie, dat het soms door de media. Ja. Dat je zegt van, maar goed, misschien moet je toch wel eens even verder verdiepen in iets. Ik ben niet zo Rusland. Ja. Het is gedaan met Rusland. Oké. Whatever. Maar ja, het gaat toch helemaal nergens over. Dus je volgt alles klakkeloos van die social media. Ja, en nogmaals, het is vreselijk wat er gebeurt ondertussen. Natuurlijk, daar hebben we het allemaal niet over. Nee, zeker. Wat gebeurt er? Onschuldige mensen mee gemoeid. Zeker. Op welke heel manier erg. Het ook gaat. Hè? Of dat nou dat land begint of dat land begint. Of zijn eigen land aanvalt. Hè? Laten we het even zo houden. Dat is allemaal even erg. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog over die beïnvloeding met kinderen. Ja. Hè, hoe ga je je kind nou beschermen inderdaad tegen al dat soort beïnvloedingen? Hoe ga je daarmee om? Want je hebt nu echt social media echt, en ook in de winkels en zo heb je zo'n pop. Dat wordt gigantisch gepromoot. Dat heet Huggy Wuggy. Nou, het is een vreselijk beest. Het is een monster. Jongens, een waarschuwing aan alle ouders. Ja. Want die filmpjes van Huggy Wuggy is eigenlijk horror. En dat wordt heel erg gepromoot dat het zo leuk voor kinderen is. Er zijn ook heel veel populaire YouTubers die dat enorm promoten. En dan leuke video's en weet ik het allemaal meedoen. En dan dat beertje laten zien. Nou, het is geen beertje, jongens. Het is een monsterbeer met zulke
scherpe tanden. Ja, de moordenaar. Ja, echt een moordenaar. Ja. En er zijn al waarschuwingen gaan er ook al rond, ook in Amerika, dat ouders opletten op hun kinderen wat ze gaan kijken en wat ze laten zien aan hun kinderen. Want Huggy Wuggy staat ervoor, ja, dat ze willen dat kinderen hun eigen ouders en kleine baby's vermoorden. Dat staat letterlijk op internet. Dus let er alsjeblieft op. Ik heb het al tegen zoveel ouders verteld. En er zijn nog steeds sommige... Ja, maar ja, zij vindt dat beertje leuk. Ik zeg, dat is geen beertje, dat is een monster. Hoe kan je, als je dit weet, wat ik je nu vertel, je kind nog met zo'n beertje laten spelen en die filmpjes laten kijken? Snap je dat? Ook niet, ja. Ik vind het... Dus ik ken kinderen die pakken een mes en die gaan op iets steken, op poppen en alles, ja. Ja, door dit soort filmpjes. Krijgen wij klanten bij ons en door dit soort filmpjes. En die blijven helemaal hangen in die rol, man. Ja, die blijven hangen in die rol. Ja. Op diertjes en dit. Ja, MK Ultra is het. Dat is mind control. Maar jongen, en er zijn nog meer, hè, van dit soort dingen in hun blog. Dat Huggy Wuggy dus, zoek het uit. Je hebt Momo, je hebt een Boldy. Je hebt kinderen die allemaal dat, hoe heet dat ook alweer? Pasta, nog iets. Een of andere pasta, zoiets noemen ze dat. Ja, een of andere pasta nog wel. Weet ik, secret pasta of zo. Weet ik het veel. Maar dat doen ze ook allemaal waargebeurde horrorverhalen eigenlijk vertellen en dat soort dingen. Maar echt... Voor kinderen. Gewoon, ja, creepy. Ja, kinderen. Er zijn ook kinderen die dat natuurlijk ook kijken. Maar dat Huggy Wuggy wordt enorm gepromoot. Elke winkel zie je het. Verdelen en heersen. De kinderen moeten ook van de ouders weg. Want dat zie je ook al met die toeslagaffaire. Waar zijn die kinderen gebleven? Ja. Er zijn zomaar 1600 kinderen weg, of nog meer. Ja. Waar, die moeten op de proppen komen. Waar zijn die gebleven? Wij krijgen die mensen bij ons thuis, in onze praktijk. Ja. En die mensen die zijn radeloos. Ja. Wat is dit voor wereld? Ja. En die weten gewoon niet meer waar die kinderen zijn. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Ja. En er zijn heel veel mensen. Ze zoeken moeten. Maar weet je, ze mogen ook niet eens wat posten over hun kinderen. Want dat is vanwege de privacywet. Wordt gelijk gewist. Ja. Ze krijgen boetes. Het is ongelooflijk. En er wordt gedreigd als ze iets vertellen over hun kind. Of als ze op social media plaatsen van, goh, heeft iemand mijn kind gezien? Dan wordt er gedreigd dat ze hun kind nooit meer krijgen te zien. En allemaal dat soort rare dingen. Vreselijke dingen eigenlijk gewoon. Dus dit moet gewoon stoppen. Dit gaat ook stoppen, want dit is het laatste oordeel wat er nu aan de hand. We zitten nu in het laatste oordeel en de openbaringen. Ja. En dus ook vooral die angst, hè. Hoe meer ze je gaan dreigen, hoe meer je weet dat je aan het juiste eind zit. Ja. Dus je moet weten dat hoe meer ze je gaan bedreigen, dat je weet dat je op de goede weg zit. Ja. Ja? En dat je niet moet ophouden, dat je moet volhouden, want dan ga je met elkaar. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Te grote. Ja, hun hebben nu angst. En dan dit nieuwe virus, jongens. Wat vinden jullie daar nou weer van? Ja. Wat ze dan weer monkeypox. Ja, jongens. Monkeypox. Zijn die nog steeds? Ik dacht alweer volgende. Is er alweer wat nieuws? Nee. Ik volg het allemaal. Volg het niet meer. Die marketing. Ik zie het allemaal als marketing. Ja, zo is het. Ja? Ja. Het is toch allemaal één grote marketing, jongens. Dan marketeren ze weer dat. En dan weer dat. En dan weer dat. Wat allemaal promoties. Het is te leugen verdekken natuurlijk. Want achter de schermen gebeuren natuurlijk heel andere dingen. En als je dat weer voor de dag haalt, dan wordt het weer afgeleid om de waarheid te kennen. Ja, en blijkt ook natuurlijk een bestandsdeel te zijn van AstraZeneca. Ja, dat zou best. Ja, want Aprendendux of zoiets noemden ze dat, weet ik het veel. Ja. En de mensen die met allerlei rare fratsen, ik moet daar wel lachen, want elke keer als ik nu iemand zie die rode vlekjes heeft, denk ik, oh, dat is de apen. Kan niet anders. Ja, erg toch? Dan denk ik, oh, die heeft de apendingen, dus dat kan niet anders. Moeten we ze niet bellen? Ja, want dat promoten ze toch ook nog? Van ja, als je iemand ziet die, waarvan je verdenkt dat hij de apendingen heeft, dan moet je bellen. Ja, moet je meldingen maken. Natuurlijk, lekker verraden met z'n allen. Huppatee. Het allemaal lekker opzomen. En houden we het virus weer in de lucht, zou ik zeggen. Dan kunnen ze weer de hele boel dichtgooien. Ja. Maar dicht gaan. Het is al allemaal dicht, maar je kan niet eens meer weg met de vliegtuig. Ja, ze hebben toch zoveel vliegtuigen geschrapt? Heel veel vluchten worden geschrapt, maar die is door de hele wereld heen. En waarvoor zit dat dan? Wat zit daar dan? Want is dat alleen in Nederland of is dat overal? Het is overal. Wordt het overal geschrapt? Ja, er worden heel veel vluchten overal geschrapt. Je hoort het van haast van alle landen. Alles is overbelast, hè? Ja. Zo noemen ze het. En schrappen ze het vanwege het personeelstekort? Of wat is. Of willen ze dat iedereen in zijn eigen land blijft? Ik onder het mom van personeeltekort, maar nu heb ik weer gehoord dat Turken, die gaan weer in Berlijn op het vliegveld helpen. Die is aangenomen daarvoor te helpen om de mensen daar de mensen te helpen die wil gaan vliegen.
Het moet uit Turkije komen, de mensen uit Turkije. Ja, dat heeft Erdogan heeft dat verklaard, dus dat is ook wie, als dat een president moet verklaren dat Turken daar moeten helpen, dan is er toch heel wat anders aan de hand. Ja. Dat is echt gewoon zo op het nieuws en zo is die persconferentie. Ja, want ze zeggen er zijn 330.000 vacatures met 300.000 werklozen in Nederland. Dus er zijn 30.000 meer als normaal? Als werklozen, zeg maar. Okay, ja. Maar de mensen die natuurlijk werkloos zijn, zitten of in een ziektewet of iets dergelijks, of kunnen niet werken. Ja, of en natuurlijk ook heb je ook het probleem dat mensen die uitkeringen krijgen, ja, die krijgen sowieso meer met al hun toeslagen als dat ze nu aan het werk gaan. Dus die gaan niet aan het werk. Nee. Die willen ook niet aan het werk. Dat snap ik. Ook, want dat is natuurlijk ook heel erg vreemd. Dat je eigenlijk als thuiszitter of zo, of in problemen hebt of weet ik veel wat, dat je natuurlijk uitkeringen allemaal krijgt. Wat hartstikke goed is, hè? Daar zeg ik helemaal niks over. Nee. Maar ik bedoel dat je dan ook nog zoveel toeslagen krijgt, dat als je aan het werk wil, dat je dan eigenlijk veel minder overhoudt. Ja, dan ga je niet werken. Dan ga je toch niet werken. Dat zou ik ook niet doen. Nee, natuurlijk ook niet. Nee, eigenlijk moet je toch juist gesteund worden dat je dan weer aan het werk gaat. Dat je meer krijgt. Een extra salaris hoger is. Dat je denkt van, oh, ik heb er weer zin in. Ik vind het fijn. Ja, je bent blij dat je bent werk gaat. Want je bent weer ergens, je komt er weer uit. En je krijgt nog meer als dat je beloond wordt. Wordt beloond worden. Ja, precies. Dus toch helemaal verkeerde wereld. Verkeerde wereld, ja. Ze willen het uiterste van de mens. Dat je eigenlijk helemaal doodwerkt. Ja, precies. Ja. Zo'n kind ook, die zijn vakken moet vullen voor 3 euro, dat vind ik ook een schandaal. Ja. Maar dat heb ik al gelijk gezegd, want het is eigenlijk sinds een aantal jaren, ik denk misschien sinds 20 jaar of zo, dat, nou misschien wel minder, dat de hier in Nederland mensen betaald worden eigenlijk naarmate hoe hun leeftijd is. Ja, en dat is in Duitsland, was dat nou, dan zag je in Duitsland sowieso altijd jong en oud, zag je in de supermarkt of weet ik veel waar werken. Ja. Nou, en hier willen ze zo jong mogelijk, want dan hoeven ze natuurlijk minder te betalen. Minder te betalen. Ik zei al, dat gaat nooit niet werken, want dat zei ik toen al. Toen was ik zelf nog kind, toen zei ik, nou, dat is zoiets doms, want hier in Nederland. Je doet het toch zelf de werk? Juist. Nee, zelfs ja, maar mensen die meer ervaringen hebben, die moeten ook betaald worden naar hun ervaring. Nou, dat is één grote bullshit verhaal. Want een werkgever kijkt niet daarna. Ze denken, hé, iemand die jong is, kan ik nog kneden. Ja, en hier kan ik ook nog minder betalen. Ja, juist. Hoe heerlijk is dat? Ja, juist. Ja. Ja. En iemand die ervaring heeft, nou, die wordt eigenlijk snel zijn woorden eruit. Ja, dat is te duur. Juist. Ja. Ja. En dat is eigenlijk al het hele plan hoe ze dat in hebben gezet. Ja. Ja. Ik bedoel, iemand die 14 of 16 is, weet ik veel, die werkt misschien nog wel harder als iemand die ouder is en veel ervaring heeft. En dan gaan mensen ook nog zeuren, ja, maar hij heeft mijn baan gestolen, want die is jonger en ik word maar als oud vuil neergezet. En dan heb je toch zelf gekozen. Je was toch blij dat je zelf meer kreeg omdat je ouder was. Ja. 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 Is ook zo. Het is heel krom allemaal. Ja. Alles is krom, maar het is allemaal verdeel en heers. Ja, dat is het ook. Dat het is gewoon allemaal verdeel en heers. De een wordt tegen de ander opgezet. Dat is heel programma. Ja. 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 Klopt. Ja. Ja, en jij hebt daar zo'n mooi stukje ook van, want hè, hoe dat nou werkt in je hersenen. De hypothalamus, dat is een fabriek in je hersenen. Die maakt een aminozuur aan. En die aminozuur, die werkt eigenlijk op een emotie, op een gevoel. Dus je gaat ervan uit, oei, ik krijg diezelfde ervaring weer. Boom, 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 boom. Je krijgt gevoelens daarvan. Je krijgt, de ene krijgt angst, de ander wordt boos, de ander wordt verdrietig. De ander, ja, hè, je krijgt een ander gevoel, schuldig. Dus dat is eigenlijk de schuld van de peptides. Die wordt er aangemaakt door de aminozuur. Peptides zetten zich vast in receptoren. En receptoren zitten vast aan een cel. Maar ons hele lichaam bestaat wel uit meer dan 500 miljoen cellen. Maar één cel kan meer dan 500 receptoren hebben. Dus dat receptor, het is eigenlijk dus die peptide komt aangezommen en dit is die receptor aan de uiteinde buiten de cel. En die grijpt hem en die zet zich vast. Overtuiging vastgezet. Dus dat geeft dat gevoel in je lichaam. In wat voor gevoel je ook bent. Dus eigenlijk ben je blij. Zet zich die aminozuur, dus die peptide. Zet zich vast in de receptor van, ik voel me nu blij. Oh, ik ben verdrietig. Het zet zich vast. En het heeft allemaal met die hypothalamus te maken. Die fabriek dus, die aminozuur verspreidt. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Waardoor krijg je zeg maar na de 5e keer nog steeds hetzelfde gevoel.
als dat je de eerste keer had toen je dat meemaakt. Dus je hebt een shockervaring opgedaan in jezelf. En dan denk je, oei, als ik het nu maar niet weer opnieuw meemaak. Als ik het nu maar weer niet opnieuw meemaak. Dus je zet, zeg maar, een hersentak. Zet je vast op een plek. En die plek, dat is die overtuiging. Nou, die energieën en die emoties en die gevoelens, die zorgen voor dat ze zich vastzetten, dus in die receptoren. Dus gelijk is jouw hele lichaam volledig in die staat. Om dat eigenlijk te veranderen, zou je moeten dus jezelf gaan herprogrammeren. En die herprogrammering heeft met affirmaties te maken. Hè? Dus je zegt jezelf zeggen, ik voel me blij, ik ben gelukkig. Ik ben het waard om gelukkig te zijn. Ik ben voor geluk geboren. Dat geloof je niet, want ik denk, ja, ik heb al 5 keer dat meegemaakt. Hè? Ja, maar heb je het gezien? Ik heb dat en dat gedaan en toen gebeurde dit en dat. En het is nu al voor de 5e keer gebeurd. Dus hup, die hersentak, blijf vastzitten. Ik blijf vastzitten. Huppakee, die plans gaat pompen en doen. Aminozuur spreidt zich uit over je hele neuronetwerk. Gaat weer helemaal door je lichaam heen. Receptor, bam, ik zit vast. Vergeet het maar, ik zit vast. Als jij gaat beginnen met je eigen te programmeren van, ja, ik ben voor geluk geboren. Heel veel mensen kunnen dat haast niet, omdat ze eigenlijk helemaal niet van hunzelf houden. Want dan heb je eigenlijk alweer een hoe zeg dat in Nederlands, een aberglaube. Ja, een bijgeloof, ja, ik spreek alle talen door elkaar. Dus een bijgeloof, dat ze het eigenlijk ook niet tegen hunzelf mogen zeggen. Want want dan gaat het nog slechter worden. Want als je zegt, ik ben voor geluk geboren, ja, maar dan gaat het helemaal bergop afwaarts. Nou, Delilah heeft superleuke posters gemaakt. Super interessante posters die je hierboven wellicht kunt zien op de camera. Ik hoop dat je het kunt zien. Dat is dus, ik hou van mezelf, zelfvertrouwen, welvaart, gezondheid. Je hebt er nog 2, toch? Nee, ja, ik heb nog meer. Ja, weet je, en daar kan je al bijvoorbeeld mee beginnen. En, ook voor kinderen. Hang het in je badkamer of op je wc-deur. Zodat je kan lezen wat erop staat. Want ik hou van mezelf, waardeer mezelf, ben trots op mezelf. Maar met dit soort dingen ga je beginnen, eigenlijk het takje te verzetten in je neuronetwerk. Het zijn allemaal wetenschappelijk bewezen systemen. Hè? Je kan het allemaal nalezen, je kan het op Google lezen, noem maar op, overal. Het is gewoon heel gaaf om te weten. Ik vind het tenminste heel gaaf, hè? Jullie ook. Ja, dat je weet wat er aan de hand is en waarom je steeds diezelfde overtuiging vast blijft houden en waarom die angst ook is. Ten eerste, omdat je erin gelooft. Nou, huppatee, hypothalamus gaat aan de gang. Energie wordt weer daarheen gestuurd waar het heen moet, omdat jij daarin gelooft. Dus, maar te geloven, wat ik heel bijzonder vond, waarom ik eigenlijk dit zo'n interessant thema vind, dat 1 cel, en we bestaan uit meer dan 500 miljoen cellen, maar 1 cel heeft meer dan gewoon 5 miljoen receptoren. Dan kun je nagaan, als je eigenlijk alles gebruikt in positieve zin, wat er dan gebeurt met je lichaam. En hoe hoog je dan in een kracht zit, en hoe hoog je dan in een bewustzijnzin. Want ze zeggen ook, je hebt het bewustzijn. Dat is eigenlijk zoals ik nu met jullie praat. Hè? Mm-hmm. Ik ben de creëren. Ik praat met jullie op dit moment. Maar je hebt ook je onderbewustzijn. En dat onderbewustzijn is voor 70% geprogrammeerd met negativiteit uit je leven. Maar eigenlijk bestaat een onderbewustzijn niet, hè? Ze zeggen dat onderbewustzijn wel bestaat. In de meeste verhoogd staat onderbewustzijn bestaat niet. Nee. Want het lichaam is altijd bewust van wat het doet. Alleen het is een programmatie, of een, we noemen het onderbewustzijn, maar eigenlijk is het een programmatie waarvan jij als geest zich niet mee hoeft te bemoeien. Want het gaat automatisme. Ja, en dat is juist het gevaarlijke. Want als je, natuurlijk, het is er. Ik snap wat je bedoelt te zeggen. Want je bewustzijn is bewustzijn, want je bent één al bewustzijn. Je bent goddelijk. Altijd bewust van je bent goddelijk. Ja. Je bent goddelijk. Maar die programmatie, als die 70% negatief is. Nou, probeer jij er maar uit te komen als jij dus niet bewust bent dat jij deze programmatie hebt ook. Ja. Dus als jij in eenheid gaat met je bewustzijn, dus met dit moment, en daarom bestaat ook geen tijd. Er is altijd dit moment. Ja. Er is geen gisteren, er is geen morgen. Ja, oké, maar ik heb morgen die afspraak bij de tandarts en die was ik vandaag vergeten, sorry. Maar, herinneringen zijn er. Ja, ik moest erheen, maar ik was eigenlijk zo nu bezig. Ik geef het toe, het was echt zo. En toen was het gewoon vergeten. Maar goed. Is er ook nog een mooi dingetje over beïnvloeding? Vertel. Nee, wat dadelijk over de tandarts. Oh ja, daar ga ik zo weer beginnen. wacht eventjes. Dus je moet in het nu bezig zijn, waardoor je ook dus dat
onder bewustzijn gaat herprogrammeren. Ja. Nou, nog even toch te komen op wat jij zegt. We zitten in het bewustzijn. Maar dus het onderbewustzijn bestaat eigenlijk niet. Nee. Maar dat is een vastgezet programmatie. Ja. Dat heeft dat met dat neuronetwerk te maken. Dat heeft dat met die vertakking te maken. Die zich vastzet op deze plek. En deze plek is emotie, maar verschrikkelijke emotie. Hè, die realiteit is. Ja, want dat is de realiteit. En die moet zich alleen maar, dat takje hoeft zich alleen maar te verschuiven naar de andere kant. Want dat is al die andere, dat is andere geloof. Ja. Want jouw geloof creëert eigenlijk werelden. Ja. En dat is in het heden. Ja. Want er is geen morgen, er is geen gisteren. En waarom het eigenlijk ook, dat vroeg ik me ook al, tenminste, wij zijn vaak aan het analyseren. Aan het praten, met elkaar aan het uitwisselen van wat betekent nou tijd? Waarom komt het ene heel snel en waarom duurt het andere heel lang? Nou, dat heeft natuurlijk ook weer met je geloof te maken. Want voor jou moet je voor iets een hele weg afleggen. En voor het ene, bijvoorbeeld ik ga straks even eten. Dan eet je gewoon op dit moment. Ik heb nu honger, ik wil nu eten. Want dat is makkelijk, grijpbaar. Het is geloofwaardiger voor jezelf. En dat is heel bijzonder als je met jezelf daarmee bezig gaat. Het overleggen, wat zijn nou mijn habits? Wat zijn mijn gewoontes? Hmm. He, mijn gewoontes, die creëren dus ook mijn leven zoals die op dit moment is, maar ook mijn geloof in tijd. Nou, het is heel bijzonder. Dat wil ik even gewoon vertellen aan jullie. Ja, nou, ik wil er even op inhaken. Kijk, je zit in het nu, maar het echte bewustzijn, dat weet ik dat ik eigenlijk al naar huis rijd, dat is altijd bezig. Dat is altijd al in contact met wat je doen gaat en waar je naartoe gaat. Dus als ik auto rijd en ik praat met iemand, en of ik eerst ga rijden, dat ik denk, nou, ik moet opletten, want het is zo druk op de weg. En toevallig komt er iets leuks op de radio, hè? En ik zit er aandachtig naar te luisteren, rij ik vanzelf. Ja. Dus dan heb ik helemaal geen gedachten meer, want het is druk op de weg. Of weet ik wel, of zit ik in de file of zo. Want het gaat vanzelf. Ja. Dus dat onderbewustzijn, of dat echte bewustzijn, dat weet gewoon wat het doet. Automatisch hoef je niet eens op te letten. Want het waarschuwt je automatisch. Dat is altijd al bezig. En dat is het levende ik in jou. Ja. Het levende ik, dat is de alchemist. De alchemist die voortdurend bezig is je te vernieuwen, je hart laat kloppen en je bloed laat stromen. Dat is het echte ik. En die weet ook zijn doel te bereiken. Als je het maar laat doen, als je het maar toelaat. Ja, ja, ja. Maar het verstand bemoeit zich ermee. Ja, nou, mooi ook wat jij zegt. Van, hè, waarom is het ene duurt langer dan het andere? Waarom creëer ik een kopje koffie halen of iets sneller dan dat ik misschien miljonair wil worden of dat soort dingen? Wat mensen ook vaak altijd bij hebben. Er wordt natuurlijk ook veel gezegd dat de negatieve programmaties zijn dus heftiger dan de positieve programmaties. Hè? Die hebben meer invloed op een of andere manier. De angst, de shock. Ja, de angst, de shock, die programmatie hecht, die met zeggen receptoren, die hebben zich toch zo aangehecht. Omdat je al natuurlijk als baby al verkeerd wordt geprogrammeerd. Ik kan zeggen, er zijn geen normale televisieprogramma's, geen normale tekenfilms voor kinderen. Het is alleen maar geweld, negativiteit en weet ik het allemaal. Weet je, het is niks positiefs. Ja, en het einde is een leven nog langer gelukkig, maar ze moeten een hel doormaken. De prins heeft de prinses gevonden en de prinses heeft de prins gevonden. Ja. Ze leven nog lang en gelukkig. Ja. Vraag niet waar je eerst heen moet. Ja, weet je? Dus wat dus heel belangrijk is dus jezelf dus echt continu positief programmeren totdat je erin gaat geloven. Juist, de overtuiging. De juiste receptoren. Want wat zijn nou receptoren? Nou, receptoren zijn een soort van hoe noem je het? De peptide die zwemt en die receptor grijpt hem vast. Maar er zitten meer dan 5 miljoen aan één cel. Dus er zitten allemaal haakjes of zo, of hoe kan je het noemen? Het klikt vast. Het past ook echt. Het is een puzzel. De puzzel past. Ja. Okay. En het is klaar. En boem, en je zit in die emotie. Dus die receptor zorgt voor een emotie. Die aminozuur geeft die peptide af. En de peptide gaat in die receptor. En die gaat gevoel afgeven door die cel. Dus dus een receptor zorgt voor dat jij dat gevoel kan voelen. Dat het aangehecht blijft. Dat je herinneringen hebt aan het gevoel. Juist. Dat je op dat moment zo voelt. Ja. Maar het kan ook positief zijn. Het kan ook happiness zijn. Het kan ook leuke dingen doen. Het kan ook een feestje zijn. Het zijn ankeringen eigenlijk. Want het ankert zijn aan herinneringen. Zo kan je het ook zien. Zo kan je het noemen. Dit is een gevoel, dat heb ik eerder meegemaakt. Dus dat zijn zal ervaringen. Die sleutel zijn. Het is een geloof in iets hebben. Kijk, als jij 's morgens opstaat, dan weet je, en je weet je agenda, 's ochtends al, weet je. Dan loopt dat al zo. En dat is iedere keer die peptide.
receptiers opnieuw vastgezet worden in die receptoren. Ja, dus ankeringen. Ja, ankeringen, ja, ja, aanhechtingen. Ja, 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 ja. Puzzels die in elkaar passen. Ja, dus en hoe meer je dat gaat programmeren, positief, waar komt dan dat, hoe laat dan die receptor dat... Nou, het is het geloof vastzetten. Ja, kijk, je kan wel positief denken, maar als je niet gelooft, dan kun je het sowieso vergeten. Dan kan je het helemaal schudden. Ja. Ik bedoel, het is niet alleen de positive thinking. Het is het begrijpen. Het waarheid weten voor dat moment voor jezelf. Dit is mijn waarheid. En niet angsten of boosheid of verdriet of geluk. Als, weet je, het is jouw waarheid op dat moment. Het is echt het omzetten van... Hoe jouw geloof is. Ja. Ja. Dus als jij dus anders gaat geloven. En, want ik bedoel, je denkt dat je een persoonlijkheid hebt. Maar dat ben je ook niet. Het is ook een creatie van iets hoe iets zo goed is. Ja. Je, ten eerste ben je goddelijk. Dat is de eerste cel. Je goddelijke cel. Je bent een goddelijk mens. Je kan alles bereiken wat Gods daden ook gedaan hebben en nog doen. Je hebt Gods geest. Want je bent Gods geest. Ja. Dus... En persoonlijkheid ben je ook niet. Het is ook maar gecreëerd. Kijk, of je nou blij mee bent of niet, dat maakt niet uit. Maar je kan jezelf veranderen. Dat is ook eigenlijk wat acteurs doen. Hè? Als ze in film spelen, kunnen ze het zo brengen. Kunnen ze goede acteurs. Kunnen ze het zo brengen dat je helemaal in de film zit. Dan denk je, oh wauw, die brengt het. Maar dat is je verzetten in die persoonlijkheid. Andere persoonlijkheid aannemen. Ja, juist dat eigenlijk. Ja. Ja, je hoeft natuurlijk ook niet continu maskers op te zetten. Nee, maar je mag zijn wie je wil zijn, zeg maar. Dat masker werkt ook niet, want dan zeg je onderbewustzijn van... Ja, maar dat ben jij niet, hoor. Nee. Dus dan, je wil wel iemand zijn, maar je onderbewustzijn... Je gaat echt niet daarmee aan het werk van... Nou ben je zo gelukkig en ben je meer miljonair. Of nou voel ik me helemaal happy net. Oh, ik ben zo verliefd. Want als jouw geloof daar niet zit van... Nou, ik vind dat meisje of die man vind ik leuk. En je denkt van, weet je, eigenlijk niet zo, maar ik doe maar alsof. Gaat dat toch niet? Nee, gaat niet. Het gaat toch niet? Dat gevoel kan je toch niet afgeven? Want dat is maskers of schijngeloof. Ja, of dat je iemand wilt zijn die je helemaal niet bent. Eigenlijk doe je iemand voor dat je heel wat bent. Nou, misschien enkele mensen trappen erin. Maar uiteindelijk komt altijd, het masker valt altijd af. Want als je thuis komt, ben je dit niet meer. En dat is altijd nog je gevoel, is eigenlijk dat je het niet echt bent. Dus uiteindelijk loopt het nooit zoals je dat wilt. Je speelt een rol. Maar dat is het niet. Je moet het vastzetten in je gevoel. Je bent het zelf. Je bent het. Dus je bent geluk. Je bent liefde. Ja. Je bent er om geliefd te zijn. Je trekt de juiste mensen naar je toe die jij graag in je leven wil. Het is... Het lichaam is de magneet. Het lichaam is de magneet. Ja, wat je erin gooit, dat krijg je op je bord. Ja. Dus het is echt het geloof hebben. En dan kun je dus niet geloven op dat moment. Want je wilt natuurlijk die herprogrammering. En daarvoor zijn affirmaties zo belangrijk. Hè? En visualiseren. Ik denk dat je ook je situatie moet gaan visualiseren. Juist. En als het naar... Ik bedoel, dan kan je zeggen... Ja, maar ja, hoe lang duurt dat dan? Of bij de een is het één dag. En misschien duurt het bij de ander wel 10 jaar. Ja. Weet je, maar dat is ook dus je geloof en je overtuiging weer. Want die overtuiging, hè. Want dat is de 5 keer dat het gebeurt. Wat ik in het begin van het verhaal vertelde. Dat je 5 keer gebeurt hetzelfde. Of 4 keer gebeurt hetzelfde. En 5e keer denk je, oeh, het gaat nu weer gebeuren. Maar dat kan ook in positieve vorm zijn. Want als je naar de 5e keer ga hem vastzetten. Want dat is geankerd. Mm-hmm. Verankerd, hoe zeg je dat? Geankerd. Dan heb je dat geloof al. En dan geeft die hypothalamus die emotie af. Ja. En die emotie, dat is die aminozuur. Dat zijn zuren die... Zich weer vastzetten dus. In die receptor. Ja, want de scheppingskracht zit in je. Die zet alles om in vorm. Dat gaat automatisch. Net zoals je zegt van ik rij. Ik speel muziek en ik kan even goed rijden. Dus dat is er al. Die creëert al. Die blijft creëren. Dus die moet weer overeenstemmen met jouw overtuiging. Juist. Dat nieuwe denken. Ja. En dan gaat het automatisch. Je kan alles. Ja. En als je eigenlijk in je godkracht zit, dan ben je alles al. Ja. Maar ja, velen geloven dat nog niet. Dat je sowieso een goddelijk wezen bent. Of de bron of het universum. Veel mensen kunnen het woord God niet benoemen. Want daar zit allemaal geloof aan vast natuurlijk. Vanuit religies en noem maar op allemaal. Dus ik snap dat ook wel. Maar als dat voor jou dan een ander woord op dat moment nodig heeft. Nou, dan is het maar zo. Maar God is wel de hoogste trilling. God is de resonantie van het universum. Ja, het woord God is magisch. Ja. Ja. Ja, nou ja, religieus hebben natuurlijk heel veel, religies hebben heel veel stuk gemaakt. Ja. Heel veel, hè, zowel goed. Je hebt van God een moordenaar gemaakt. Ja, zeker. Ja. Jezus ook, die dan ook. Het maakt dan niet uit en dan heeft het allemaal weer niet bestaan. Dan heb je natuurlijk mensen die zeggen, het heeft allemaal niet bestaan. En dan heeft het wel bestaan. En dan is natuurlijk alles door de war. Maar dat jij bestaat is natuurlijk al een wonder, hè. Je moet even over jezelf na gaan denken van wie heeft dit in godsnaam bedacht?
Ja. Nou, daar zit een intelligentie achter. En dan kan je wel zeggen, nee, dat heeft nooit bestaan. We hebben onszelf, nou, het is een intelligentie. Dat is zoiets immens moois. Alleen als je nou een bloemetje kijkt naar alles wat je eigenlijk ziet. Eigenlijk alles. De lucht, de regen, dat werkt allemaal in overeenstemming. En hè, dat het zo vaak regent, dat het op bepaalde plekken dat groeit. Of als er bepaalde bepaalde mensen bepaalde gedachten hebben, dan groeien er ook weer bepaalde planten eromheen die daar weer bij horen. Ja. Ja, het is immens. Of bepaalde dierensoorten die weer ergens leven, die ook weer aan de natuur aangepast zijn. Jongens, dat is één grote intelligentie. Dus kom op, je kan niet onder tafel schuiven dat het niet bestaat. Tuurlijk niet, je ademt erin. En wat voor naam je er dan aan geeft, dat is alleen maar angst. Welke kracht laat mijn bloed stromen of mijn hart kloppen? Ja, ja. Dat is een intelligente kracht. Ja, het is zo bijzonder. Ja. En hoe meer dat gaat waarderen, hoe meer liefde je ook voor jezelf krijgt. Ja. En die liefde stroomt dan door je lichaam, waardoor je in een andere frequentie gaat zitten. Net zoals een radiozender hebt. Zo heb je mooie muziek, zo heb je hardcore, zo heb je popmuziek. Zo. Maar het is een frequentie waar jij op waar je blij van wordt, vibreert. Ja. Hè? En dat is eigenlijk die je dus afgeeft. En dat heeft ook dus weer met die hersenen te maken. En wat ik ook een heel interessant punt is, dat je heel goed moet opletten eigenlijk op je eiwitten. Want als je eiwitten afbreken in je hersenen, dan daar word je dus ouder van. Hè? Dan krijg je dus rimpels van, dan krijg je en ook door stress. Dus eigenlijk die eiwitten breken af door stress en zorgen. Dus probeer anders te gaan denken. Als je zorgen hebt, dat kan wel allemaal zo zijn. Maar je helpt jezelf er niet mee om constant in die stress en die zorgen te blijven zitten. Je moet in oplossingen gaan denken. Je moet bij jezelf iets gaan bedenken waardoor je het luchtiger maakt voor jezelf. En dan ga je ook weer dus in een andere frequentie vibreren. Ja, het is heel bijzonder. Dat is die peptase, toch? Hoe heet dat ook alweer? Je hebt inderdaad een enzym. En die, zeg maar, die vetertjes aan de buitenkant, lijken op vetertjes, zeg maar. En dat enzym, dat wordt steeds korter, naarmate je dan ouder wordt. Hè, dan Ik heb het eerste filmpje gezegd. Het zit aan die DNA-streng vast. Ja. Want het is de DNA, hè, dat is één streng. Ja. En er zit nog een stukje langer aan vast. Want het DNA, die kopieert zichzelf constant weer. Ja. Hij kopieert zichzelf, toen heeft... Het wezen, het goddelijke, heeft bedacht, wacht even, als je constant kopieert, gaat er iedere keer een stukje vanaf. Want als je iets kopieert, wordt het steeds korter eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Nee, daarom zit die lange streng er nog aan, wat jij benoemt. Ja. Ik kom ook even niet op de naam. Ja, ik zal het wel onderzetten. Ja? Ja, en dat gaat eigenlijk door stress en zorgen, kan dat korter worden. Dan word je ouder. En dat heeft ook met die eiwitten te maken. Ja. Ja. Want dat is ook wat dat stukje wat met eiwitten... echt invloed heeft. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat zijn ook de collageen, hè, wat natuurlijk ook in het lichaam zit. Dat is ook een eiwit. Ja. En dat heeft ook weer met seksualiteit dus ook te maken. Dus ook als je dus heel veel verspilling doet met seksualiteit, dan verspil je levensenergie in. Dus, en dan wordt dus die streng ook korter. Want sindsdien is eigenlijk ouderdom ingetreden. Ja. Want je ziet het ook in al die oude... geschriften, mensen die over de duizenden jaren oud zijn of honderden jaren oud zijn, weet je, die hebben het verwerkelijkt. Die zitten niet in tijd. Nee, precies. Tijdloos. En ja. Seks kan je hebben, maar dan moet je eerst jezelf verwerkelijken. Dan is dat eigenlijk een kosmische orgasme. Ja. Een beleving. Ja, het is veel hoger als dit. Dit is lust. Ja, dit is energie. Lust, dat is negatieve energie. Maar dat is misschien leuk voor een volgend video. Ja. Ja. Heel belangrijk als tip, wat we aan de kijkers mee gaan geven, is dus herhaling. Positieve energie. Continu tegen jezelf zeggen, ik hou van mezelf, ben gelukkig, of ben succes, of ik voor wat je... Ik ga dat ook nog voor jullie doen, dat kunnen jullie meedoen. Visualiseren vooral, hè? Je wens voor je ogen zien en daaraan vasthouden. Leven inblazen. Ja, en wat heb jij nog als tip? Nou, ik zeg, je moet je wensen wie je wil hebben, schrijf hem op, voel goed wat je wil, wat wil ik wil dat doel bereiken. Hou je doel voor ogen en niet de obstakels. De obstakels is tijd. Hè, wanneer en hoe en wat en als het maar lukt of als ik maar de mensen tref. Nee, als je je doel voor ogen houdt en je maakt je doel helemaal compleet in je geest en in je gedachten, zodat die echt zuiver is te zien, ja, zo voel ik me goed, want dat is wat ik wil. Ieder mens weet het en dan trek je hem zo naar je toe. Ja. Ja. Nou, super jongens. Jullie hebben weer wat om te doen. En met z'n allen. Vooral veel positieve energie hebben we nodig. En blijf gefocust op al jouw doelen. Nou, bedankt voor het kijken.
En nou, jullie ook bedankt. Ik zie jullie in de volgende video weer. Gaan we doen. En nou, ik wens jullie heel veel liefde. En al ben je nog geen abonnee, druk je hier beneden op de knop op abonneren. Zo steun je mij om nog meer video's te maken. En help me ook groeien. Daar ben ik heel blij mee. Dus nou, heel veel liefde. Doei! Love you. Love you.